De vaste maand voor de moslims, Ramadan, begint vandaag. Stanley Mohammed Sheikh Sanju, voorzitter van de Surinaamse Moslimfederatie, zegt dat Ramadan een van de 5 zuilen is van de islam. Tijdens deze maand moeten aanhangers van dit geloof zich onthouden van spijs en drank, van zonsopkomst tot zonsondergang. Maar ook moet er volgens Sanju rekening worden gehouden met andere verboden binnen de islam. Als ook andere verboden zoals roddelen, liegen, ruzie maken enzovoorts. Immers de andere religies die Suriname rijk aan is, kennen hun eigen manier van vasten. Zie daar de verlichting tot vasten. Inshallah vangt Ramadan aan na 20 maart. Het doel hiervan is onder andere zuivering van je ziel en lichaam. Dus spiritueel te groeien en een diepere band te ontwikkelen met Allah. Hem dank te zeggen en te prijzen die ons deze maand gegeven heeft via de boodschapper van hem, de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. Dit heeft zeker ook medische voordelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft dit jaar wederom vrijstelling aan haar personeel dat de islam beleidt. Dit houdt in dat moslimbroeders en zusters in dienst van het ministerie vanaf 23 maart vrijstelling genieten vanaf 1 uur in de middag voor het doen verrichten van de nodige geloofsverplichtingen. President Santokki wenst de totale moslimgemeenschap een gezegende Ramadan toe. Het staatshoofd zal ook dit jaar verschillende moskeeën bezoeken tijdens Ramadan.